Hey, welkom terug. Ja, tweede keer. Tweede keer, ja. Je was de eerste gast. Ja. Maar je bent de tweede gast die voor de tweede keer terugkomt. Ah, kijk. Dat is, ik daal in aanzien. Ik ga heel even mijn telefoon op niet storen zetten natuurlijk. Dus misschien kun je na het uitkomen van je boek en deze podcast daar wat aan doen. Ja, je bedoelt stijgen in aanzien. Ja, stijgen in aanzien. Ja. We gaan kijken hoe mensen reageren op zo'n boek. Ja. Wat was, want je hebt het boek geschreven, De Coronastorm. Die komt 26 juni uit. Ja. Dat is dus deze vrijdag. Wat was de aanleiding om dat boek te schrijven? Laten we zeggen, veel onrust. Ja. Dus ik werd erg onrustig van alles wat ik las. Over lockdown, over quarantaines, over drones die over mensen heen vliegen. Hmm. Over de manier waarop wij omgaan met onze waarden. Om de verheffing van volksgezondheid tot waarde nummer 1. Hmm. En daar werd ik onrustig van. Dus ik las te veel. En vooral ook op dat schermpje zijn allerlei filosofische commentaren wereldwijd. En die probeerde ik te volgen. En dat zette het hoofd nog steeds niet rustig. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet erover gaan schrijven. En dat heb ik gedaan. En waarom werd je rustig daarvan? Want je zegt, je werd rustig van het feit dat we volksgezondheid op nummer 1 zetten. Waar ik nou wat normaal, van werd. Ja, wat normaal gesproken, de meest gangbare uitspraak over waarom mensen onrustig worden, is vanwege een pandemie en een virus die door de wereld heen raast. Ja, en ik daar maak ik mij niet zo druk over, omdat, even voor helderheid, het is erg genoeg. Hmm. Maar dit is niet het eerste virus en het zal ook niet het laatste virus zijn. Pandemieën die raken ons af en toe. Dus ik ben altijd heel benieuwd naar waarom, of ik ben op dit moment heel benieuwd naar waarom de samenleving zo reageert als ze nu gereageerd heeft. Mm-hmm. Terwijl ze op andere kwalen of andere problemen aanzienlijk minder scherp reageert. Ja, en denk je niet dat er mogelijkheid kan zijn dat ook al is dit een pandemie van de vele pandemieën, dat de intensiteit of de omvang ervan wel de heftigheid van onze reacties warrant, hoe noem je dat in Nederlands? Rechtvaardigd. Ja. Dat valt altijd een beetje te bezien. Er verschijnt binnenkort een boek en ik heb daar al wat over gelezen. Dat is The History of Epidemiology. Ik kan het nauwelijks uitspreken in het Engels. Maar er gaat, de auteur die beweert in dat boek dat wij bij vorige pandemieën aanzienlijk stoïcijns reageren. Mm. En dat is iets wat we op dit moment om bepaalde redenen helemaal niet doen. En 2 jaar geleden hadden we ook een ernstige griepgolf. Ook is hier een verkeerd woord, moet ik zeggen. Maar we hadden een ernstige griepgolf. En daar gingen ongeveer net zoveel mensen aan dood, mag je aannemen. Misschien zijn het er nu minder. Nou ja, hoe komt dat? Komt dat door lockdownmaatregelen? Komt dat door allerlei andere omstandigheden? Dat weten we op dit moment niet precies. Maar wat mij wel puzzelt is natuurlijk dat dit virus zo'n paniek heeft veroorzaakt bij de autoriteiten. Oké. En waar denk jij dat die paniek vandaan komt? Of die reactie, of die overheftige reactie? Nou ja, ik maak een vergelijking in het boek met wat dat virus in het lichaam aan verwoestingen aanricht. Hmm. En wat de samenleving doet. Dus je krijgt in het lichaam zelf een overreactie. Hmm. Op die virale besmetting. En tegelijkertijd krijg je in de samenleving misschien wel een soort van overreactie op deze pandemie. En waarvan nog maar te bezien valt of de remedie niet erger was dan de kwaal. Hmm. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dus, nee. Waar we straks in terechtkomen, is natuurlijk een geweldige legitimatiecircus. Hè, dat er helemaal vol
aan de gang is. Ja, en dat legitimatiecircus zal vooral op gaan over de vraag, ja, de lockdownmaatregelen waren gerechtvaardigd. En anderen zullen zeggen, die waren juist niet gerechtvaardigd. En die wijzen dan op wat dan zo makkelijk de collateral damage genoemd wordt. Ja. Dus ja. Maar de vraag die ik dan hierbij heb, als we het nog niet weten, als die legitimatiestrijd nog gevoerd moet worden, zowel in de Tweede Kamer, zowel onder wetenschappers, als waarschijnlijk meer filosofen en sociologen, hoe kun je dan op dit moment zeggen dat onze reactie te heftig was of niet? Nou, hij is ongekend heftig. Hij is ongekend heftig, en, ja. Maar is de pandemie ook ongekend heftig? Nou, als we kijken naar de geschiedenis van pandemieën, hebben we dit soort zaken wel eens eerder meegemaakt. Hmm. Dan denk ik niet alleen maar aan griepachtige pandemieën of corona-achtige pandemieën. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld de AIDS-pandemie. Hmm. Die natuurlijk in veel opzichten veel harder en verwoestender heeft toegeslagen. Waar besmetting ook een bepaald soort rol speelt. En die tot een aanzienlijk rustiger en bedaarder reactie leiden. Iets wat natuurlijk ook samenhing met het hele simpele gegeven dat men aanvankelijk dacht dat slechts bepaalde groepen deze ziekte zou kunnen krijgen. En dan denkt men, ja, het is altijd nog ver weg. Maar ja, in eerste instantie dacht men van dit virus ook nog, het is ver weg. Er zijn een paar hele clevere geesten geweest, virologen met name, in Duitsland of zo, die meteen gealarmeerd waren. Mm. In Nederland heb je ze ook wel. Maar die waren echt meteen, dit is hommeles. Ja. Maar lange tijd heeft de Wereldgezondheidsorganisatie nog ontkend dat het een pandemie was. Pas eind februari. Of überhaupt dat het makkelijk overdraagbaar was, volgens mij. Er is altijd zo'n discussie over die besmettingsgraad. Dat weten we gewoon niet precies. En die discussie die wordt volop gevoerd op dit moment. Sommigen zeggen dat het aan die aerosolen ligt. Met name in geventileerde ruimten. Nu krijg je al die outbreak in bijvoorbeeld slachthuizen. Die natuurlijk met airco's en dergelijke werken. En daar zou het dan allemaal in gebeuren. Maar ja, waarom gebeurt het niet in vliegtuigen? Moeilijk verhaal. Lucht stroomt er anders. Ander soort airconditioning. Ik weet daar te weinig van. Moet ik geen uitspraken over doen. Maar men weet nog steeds niet precies hoe die besmettelijkheid loopt. Ja. De vermoeden is wel dat het via aerosolen komt. Ja. Ja, we weten er nog heel weinig van. Dat is natuurlijk wel steeds meer. Maar... Ja. Toen het net Nederland binnenkwam, denk ik, wisten we er eigenlijk bijna niks over. Nee. Behalve dat het enorm besmettelijk was. En ouderen er heel veel last van hadden. Of mensen met overlijdend. Hoe besmettelijk het is, dat weet ik ook niet precies. Men dacht dat 60-70% besmet zou zijn. Vandaar ook dat idee van kudde-immuniteit. Ja. Dat toen op een gegeven moment naar voren kwam. Maar... Ik geloof niet dat we ook nog maar nearly bij dat getal van 60-70% zijn. Op dit moment, totaal niet. Maar niemand dacht ook dat het binnen een paar maanden gebeurd zou zijn. Volgens mij was het wel duidelijk dat die kudde-immuniteit een lange adem iets was van 1,5 jaar, 2 jaar. We gaan het allemaal meemaken. Ik neem niemand kwalijk dat ze het niet weten. Ik ben juist achterdochtig ten opzichte van mensen die het precies weten. Dus, en dat zijn meestal complotdenkers die hier klopt. En je hebt überhaupt een achterdocht tegenover mensen die makkelijke antwoorden geven. Of heel duidelijke antwoorden geven. Ja, het is een cursus omgang die we nu krijgen met epistemische onzekerheden. Ja. En dat is heel erg interessant. Ik lees toch wel vrij veel ook de wetenschappelijke literatuur en men spreekt elkaar tegen in de Lancet. De RIVM's van de wereld spreken elkaar ook tegen. Ja. Op het moment dat de Nederlandse RIVM zegt van kinderen zijn nauwelijks besmettelijk voor volwassenen, verschijnt er in Israël een andere studie. Dus het ene land... gaat de scholen weer open doen en de andere land sluit de scholen weer.
Dat is voor de gemiddelde burger, daar reken ik mij dan ook, laten we gemakshalve maar even zo praten, ook toe, bijna niet te begrijpen. Nee. Dus de deskundigen spreken elkaar tegen. Er is natuurlijk ook in die epidemiologische kringen of in virologische kringen ook enorm veel discussie. En natuurlijk, men spreekt voortdurend van, de heer Van Dissel spreekt voortdurend van voorschrijdend inzicht. Ja, maar hoe voorschrijdend is dat inzicht? Of schiet het veel weer van het ene inzicht naar het andere inzicht? Naar het andere, ja. Dat is een belangrijk thema in het boek dat ik geschreven heb, dat dingen zomaar in één keer springen. En dat je van de ene opinie naar de andere opinie springt, van het ene idee naar het andere idee, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat is natuurlijk ook, aanvankelijk ging het erom om die curve plat te maken. Om die IC's te ontlasten. En plotslaps blijken er toch in één keer andere doelen te zijn. Ja. Zoals het elimineren van het virus. Ja, dat hele verhaal of het nou kudde-immuniteit ging, of het om kudde-immuniteit ging, of om het inderdaad te verslaan of iets dergelijks. Dat was een heel rommelig verhaal. Ja. Het is volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat het plan precies is. Nee, het is ik denk dat in heel veel opzichten de politiek samen met die wetenschap een onduidelijk verhaal laat. Maar dat neem ik de mensen niet kwalijk hoor, want de situatie is onduidelijk. Ja. Dus wat je dan krijgt is, om met Karl Popper te spreken, de beste vormen van aanmodderen. Dat kunnen ze ook helemaal niet anders. Want in complexe omstandigheden is aanmodderen ongeveer het enige wat je kunt doen. Dus dat heeft een goede filosofische traditie hoor, die teruggaat op Karl Popper, piecemeal social engineering. Gradualisme, incrementalisme zijn wat meer respectvolle woorden daarvoor. Maar dat heeft mij gedaan. Ook als je achteraf... Kun je dat iets meer uitleggen? Nou ja, als situatie heel complex is, dan is het heel moeilijk om daar met drastische maatregelen in te grijpen. En wat bij een open samenleving hoort, zo Karl Popper zeggen, is vooral het inzicht dat je van tevoren niet precies weet waar je uitkomt. Dat geldt met name voor complexe vraagstukken. Ja. Dus je probeert de dingen beetje bij beetje op te lossen. Hier en daar doe je eens een testje, een proefje en weet ik veel wat. Nou ja, zoiets is vandaag de dag ook gebeurd. Het is overigens een goede liberale traditie hoor, dit soort gedachten. Ik wijs er graag op dat Rutte er altijd mee geschermd heeft dat hij Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, en in dat boek staat het, ik dacht hoofdstuk 7 zo uit mijn hoofd, dat het daar allemaal heel goed staat uitgelegd. En later is dat in de politicologie en in de bestuurskunde ook overgenomen. En toen kwam iemand, Charles Lindblom, Amerikaanse politicoloog, op het idee om het geen piecemeal social engineering te noemen, maar om het te omschrijven als aanmodderen. Ja. En dan krijg je management is the science of muddling through. Nou, dat is precies wat we nu zien. Dan is dit proberen, dan is dat proberen. Hopen dat je hieruit komt. Hopen dat je daar iets wint. Dus al die besluitvormers die zitten in een sfeer van beslissen met de mogelijkheid dat iedere beslissing vroeg of laat achterhaald is. Dat is heel lastig. Maar ondanks mijn kritiek op ze, één ding moet heel helder zijn. Ik geloof ze veel meer dan al die gasten die helemaal zeker weten wat er aan de hand ja. is. Dus die je voortdurend ziet zeggen van ja, dit is in een laboratorium gemaakt. Of er zijn al lang geneesmiddelen. Of dit is een conspiratie van de Chinezen tegen Europa. Of van de plandemic, ja precies. Dat woord ben ik ook tegengekomen. Ja, daar ben ik niet zo van. Ja. Dat soort gedachten. Wat ik een beetje hoor wat je aan het zeggen bent is... Ik hoor niet per se een kritiek op het beleid en dergelijke, alhoewel je zegt, nou, het is allemaal minder kant-en-klaar of minder helder en duidelijk als we ons misschien voorgeschreven wordt.
Ja. En een soort van pleidooi om te laten zien dat, of duidelijk te maken dat het allemaal heel onzeker is. En dat we ook ons in een onzekere ruimte of situatie aan het begeven zijn. Ja. Dat lijkt je een beetje te zeggen, eigenlijk. Van, hey jongens, het is allemaal, we weten het allemaal niet zo zeker. Nou ja, we zitten met die fundamentele onzekerheid. We weten bijvoorbeeld niet eens zeker of die lockdownmaatregelen echt geholpen hebben. We weten niet zeker of er een vaccin zal komen. We weten niet zeker dat als er een vaccin komt, of het werkt, of het voor iedereen werkt. Ook de huidige testen, die hebben maar een betrouwbaarheidsratio van ongeveer 70%, zo begrijp ik. Dus heel veel dingen weten we gewoon niet. Nou, daarmee omgaan is natuurlijk heel interessant. Wat betekent dat? Kijk, heel veel in de politicologie of in de bestuurskunde leerde je vroeger altijd dat je rational decision making moest doen. Nou ja, dat rationele probleem oplossen, dat is dus dat is even moeilijk. Dit zijn de duivelse dilemma's waar de politiek het over had. Ik ben wel heel kritisch op zo, hoor. Dus don't worry. Maar dat heeft niks te maken met de gedachte dat ze geen hele heldere boodschap of duidelijke boodschap kunnen verwoorden. Dus die situatie waarin we allen verkeren, die is ingewikkeld. Ja. En is het schrijven van dat boek en van je boek De Coronastorm een poging geweest om te gaan met die fundamentele onzekerheid? Ja, ik heb voor mezelf geprobeerd om een soort overzicht te maken van welke aspecten heeft deze crisis. Hmm. En er zijn de politieke aspecten, er zijn de juridische aspecten, er zijn de medische aspecten, er zijn de microbiologische aspecten. En er zijn natuurlijk ook de nodige filosofische, ethische, noem maar op, aspecten. En daar heb ik dat heb ik allemaal in een soort dictionair gemaakt met 26 lemma's van A tot Z. Dat is ook een oude traditie in de filosofie om dat te doen. In Nederland is Cornelis Verhoeven daar wel eens mee bezig geweest. Maar Voltaire is natuurlijk ook een grote naam. Ik ken ook nog wel wat anderen die dat gedaan hebben. Dus dan krijgt de lezer, hoop ik, een soort prettig is het woord niet meer. Een soort kaleidoscoop voorgeschoteld. Ja. Die hem in staat moet stellen om een beetje op een rijtje te zetten wat er in ieder geval aan de hand is vanuit een filosofisch standpunt. Nou ja, en zoals dat dan te doen gebruikelijk is met dictionairs, moet je daar natuurlijk ook af en toe de nodige galge humor in stoppen. Mag je ook iemand wel eens heftig op de korrel nemen? Moet je provoceren? Moet je lieve woorden spreken? Enzovoorts, enzovoorts. Dus het is een. Ik probeer normaal gesproken wat afgewogener te schrijven. Maar dit boek past ook heel erg goed bij een oude, bijna vergeten traditie. Namelijk die van het vlugschrift. En waarbij je dus eigenlijk een aantal stukken heel snel neerzet. En kijken of daar reacties op komen. Oké. En denk je dat hoe kunnen mensen leren omgaan met die fundamentele onzekerheid? Dus ze krijgen een kaleidoscoop aangereikt. Ja. Nou ja, het is niet alleen maar zo'n kaleidoscoop, maar het is ook. Er zit natuurlijk een inleiding en een nawoord bij, waarin ik wel wat dingen die ik zelf heel belangrijk vind naar voren haal. Maar dat is voor mij altijd een dus ik probeer wel wat meer guidance te geven aan die lezer. Ik probeer het in ieder geval te doen door zo helder mogelijk te schrijven. Ja. Maar voor mij is dit boek dus een tekst. Heeft een tekst opgeleverd die zeg maar 26 van die mini-essays heeft. Dus ja, dat is wel grappig. Oh, ik word hier in mijn hand gebeten. Ja, moet je niet toestaan. Nee. Even een totaal andere vraag dan. Een totaal andere vraag, gewoon terugkomen. Hier dacht ik eerder ook al aan. Een van de verwijten die we gehoord hebben helemaal aan het begin, toen we net hierin kwamen,
was opeens is iedereen viroloog. Wat een redelijk goed argument is tegenover mensen die, denk ik, zich begeven op terrein waar ze zich niet op moeten begeven. Maar het wordt ook gebruikt tegen mensen die iets willen zeggen of kritiek willen leveren of iets op een andere manier willen zeggen over de coronacrisis buiten de autoriteit van de virologie of epidemiologie bijvoorbeeld. Hoe kun je als filosoof zijn of socioloog zijnde, hoe praat je over zo'n event, zo'n gebeurtenis, vanuit een kader die eigenlijk van oudsher of niet standaard zich bezighoudt met die gebeurtenis. Dus met dat biologische event. Dus hoe scheid je dat biologische gebeurtenis van de filosofische duiding of benadering daarvan? Nou ja, wat ik probeer te doen als filosoof en als iemand die ook geïnteresseerd is in wetenschapsfilosofie, is proberen duidelijk te maken welke discussies daar plaatsvinden in virologische kringen. En waar ik dan achter kom, is dat daar ook allerlei debatten zijn en discussies. En overigens, een viroloog is nog niet meteen automatisch een epidemioloog. Mm. Daar zitten verschillen tussen. Ik stoor me nogal eens aan virologen die zich opstellen als epidemiologen. Dat is toch iets heel anders. Wat is het verschil? Nou ja, omdat een viroloog zich vooral ook bezighoudt met de vraag hoe zo'n virus bijvoorbeeld in elkaar zit. Mm. Virologen doen bijvoorbeeld veel meer laboratoriumwerk. He, en nou heb je natuurlijk wel virologen die dit combineren met epidemiologie. En dat heeft er natuurlijk ook automatisch mee te maken. Maar het werk van de viroloog, heel veel virologen, veruit de meesten, dat zijn mensen die gewoon pas aan de dag in elektronenmicroscopen koekeloeren. En die weten ook allemaal dingen. Aanmodderen. Ja, aanmodderen. Maar die natuurlijk, kijk, je hebt natuurlijk ook een groep. Die op jacht gaat naar virussen, die kijkt in de grotten waar die allemaal zijn. Maar ik heb er wel met een aantal gesproken. Maar het is vooral ook gewoon echt hele harde arbeid in laboratoria. Ah. Waarbij je probeert eigenschappen van bijvoorbeeld ook het huidige virus te vinden. En dat is een... en daarbij doen ze allemaal dingen die mij ver boven mijn hoofd gaan. Ja. Kijk, ik kan wel proberen te begrijpen wat een ASE-receptor is, wat cytokine is en wat het ding in het lichaam doet. En hoe dat allemaal werkt met die spijkereiwitten en weet ik veel wat. En ik ken niet, maar voor mij zijn dat in feite alleen maar woorden. Hè, wat daar aan enzymen en aan katalysaties en in stofjes en dergelijke allemaal plaatsvindt. Dat is een ander soort vak. Nou heb ik het niet alleen over virologie, maar ook over wat internisten moeten uitzoeken. Nou, noem maar op. En ik probeer die discussies wel een beetje te volgen. Maar ik heb natuurlijk niet dat soort specialisme. Nou, dat is interessant. Ik ben bijvoorbeeld wel eens verbaasd dat ik... Ik las een interview in de Trouw vandaag met Maurice de Hond. En Maurice de Hond die beweert daarbij als statisticus dat hij inmiddels meer weet van virologie dan menig viroloog. En dat is een uitspraak die ik niet zo snel voor mijn rekening zou kunnen nemen. Maar wat ik wel doe, is proberen te laten zien hoe die virologen elkaar ook tegenspreken. Of hoe ze van mening veranderen. Of hoe ze, hè, dus daar hadden we het al eerder over. Hoe ze dus op allerlei mogelijke manieren toch ook heel erg worstelen met de grenzen van hun wetenschap. Je moet je ook voorstellen wat dat betekent. Je bent vaak een vrije onzichtbare wetenschapper, viroloog, en dan plotsklaps word je een mediaster. En zit je in één keer, wil iedereen weten wat jij ervan vindt. En is Maurice jaloers en wil hij dan ook de aandacht hebben?
Ja, nou, goed, ja. Dat neem ik niet voor mijn rekening, die opmerking. Nee, dat heb ik gezegd. Maar ik denk dat als jij 40, 50 jaar... Ja, hoe heet het die mannen allemaal? En vrouwen, hè? Broekman, Cochino, weet ik, dat waren mensen die destijds nog gewoon bij dit HIV-virus constant in de... En nu zie je ze, 30, 40 jaar ouder, zie je ze weer. Ja. Nou ja, ik ga je een briefje geven. Ik twijfel niet aan hun kennis. Maar het is ook duidelijk dat wat zij moeten doen, dat kan ik wel afleiden. Dat is een moeilijke wetenschap. En dat is waar ik als filosoof in haak. Want heel veel van die wetenschappen die we tegenwoordig hebben, en dan, dat handelt niet in onverwoestbare zekerheden. Hmm. Heel veel wetenschappen die handelen in waarschijnlijkheden. En die opkomst van de waarschijnlijkheid is echt een heel groot thema vandaag de dag. Dus dat is iets wat mij, wat mij dan interesseert. Ja, overigens ook heel zelfbewust, toch? Ja. En dat is denk ik ook een van de redenen, wat een van de nuances die verloren gaat in wetenschapsjournalisme. Dat ontdekkingen vaker te maken hebben met waarschijnlijkheden. Of, nou, ik denk dat goede wetenschapsjournalisten, je hebt er wel een aantal in Nederland. Hè? Denk aan Maarten Keulemans van de Volkskrant of zo. Hmm. Dat zijn mensen die geen shit beweren. Hè? Of Govert Schillings, maar die heeft het dan over astronomie. Er zijn maar wat namen die me nu te binnen schieten. Maar dat zijn mensen die echt wel wat weten. Ja. Alleen, voor mij is de grote vraag, hoe landen dit soort complexiteiten als waarschijnlijkheden, hoe landen die nou bij het grote publiek? Of je zou ook de vraag kunnen stellen, wat zou de journalistiek hier kunnen doen om iets van die complexiteit over te dragen? Want het is toch altijd al heel snel keep it straight and simple. Mm. En dat is nu helemaal niet zo. Wat dat betreft ben ik wel van mening dat die boodschap wel goed naar voren is gebracht. Maar niettemin houden mensen vast aan keep it straight and simple. Ja, en misschien is het ook wel inherent aan wanneer er complexe boodschappen naar buiten gebracht worden, dat er mensen dat gat vullen van duidelijkheid. Ja. En dat misschien altijd met elkaar samenhangt. Als je complexe verhalen vertelt, dat er mensen zijn die iets gaan versimpelen en wel een duidelijk antwoord gaan leveren. Ja, dat is ook zo. Kijk, ik heb er natuurlijk al vaker op gewezen dat als het om het RIVM gaat, dat het wanneer het om milieu, dus om de M van de RIVM gaat, die verhalen doorgaans niet geloofd worden of ter discussie worden gesteld of de methodologie betwijfeld. En als het om volksgezondheid gaat, zie je precies het omgekeerde. Mm. Namelijk, dan geloven we ze wel. Dus het is uitermate interessant om ook als filosoof daarover na te denken, wanneer krijgt een wetenschap nou wel een bepaalde geloofwaardigheid en wanneer niet? Hoe komt het nou dat nu het om onze volksgezondheid gaat, bij ons oor te luisteren leggen bij de wetenschappelijke expert, terwijl als het om bijvoorbeeld klimaatopwarming gaat, wij daar met veel meer scepsis op reageren. Ja. En dit zijn de vragen die ik heb naar aanleiding van wat er nu gebeurt. En dit zijn ook, volgens mij heeft dat iets te maken met de gedachte dat M-vraagstukken, dus die met milieu te maken hebben, dat soort vraagstukken vaak wat abstracter zijn dan vraagstukken die met volksgezondheid te maken hebben. Want die raken jou of jouw geliefde onmiddellijk. Nou ja, de uitkomst van dit vraagstuk is heel duidelijk, namelijk ophopende lijken. En het vraagstuk van milieu is inderdaad een stuk abstracter, namelijk een of andere opwarming of natuurramp ergens in de toekomst in 2050. Ja, maar ook opkomende lijken. Ik bedoel, in Nederland, dit zijn cijfers van CBS, sterven jaarlijks 21.000 mensen. Daar zitten wij nog lang niet aan met betrekking tot COVID, aan de verspreiding van fijnstof. Nou, waarom levert dat geen urgentie op en dit virus wel?
Zit daar misschien toch ook de gedachte achter dat je dat virus kunt beheersen, maar dat je het autoverkeer niet kunt aanpakken? Zit daar ook de gedachte aan dat je het virus kunt beheersen, maar het stikstofprobleem niet kunt aanpakken? Mm. Dus het is nu al lang duidelijk dat deze ziekte ook die relatie heeft met milieufactoren. Gebieden met veel luchtverontreiniging zijn doorgaans gebieden die waar je meer mensen hebt die aan COVID bezwijken dan in gebieden waar dat niet het geval is. En is dat omdat het virus daar gedijt of omdat er meer mensen zijn met onderliggend lijden? Of weten we het niet? Ik denk dat het tweede zeker het geval is. Als jij constant in verontreinigde lucht leeft, dan zijn jouw longen bijvoorbeeld of andere delen van je lichaam al meer geaffecteerd. Ja. En als dat zo is, dan heeft een virus makkelijker vrij spel. Ja. En dat is volgens mij ook iets wat je eigenlijk constant... of waar mensen zich langzamerhand steeds meer bewust van worden, namelijk dat deze ziekte dus ook een ecologische of een milieuaspect heeft. En dat deze ziekte, en dit is veruit de meest waarschijnlijke hypothese, tot stand is gekomen via die zogenaamde wet markets. Dat zijn dus markten waar levende waar wordt verhandeld. En dus allerlei beesten... die geslacht worden of niet en weet ik veel wat. Dat is ook zo'n milieukwestie. Dus de vraag naar onze omgang met dieren is een vraag die levensgroot door dat coronavirus gesteld wordt. Wederom. Dus het is niet het eerste coronavirus. En uit die corona-achtige... En stevast zijn het zoonotische aandoeningen. Ja, ja. Dus waarom hebben we zo weinig aandacht voor de milieuvraagstukken waar dit virus een onderdeel van is? Ja, een van de verklaringen die ik daarvoor beschrijf in het boek is dat het ook komt omdat mensen kuur altijd makkelijker vinden dan preventie. Makkelijker om te begrijpen. Jij gaat naar de dokter en jij hebt een kwaal en je zegt, dokter, ik wil een pil en help mij van die kwaal af. Maar als de dokter vervolgens gaat zeggen, Sjaoud, het is misschien wel beter voor jou. Het is misschien beter voor jou als jij stopt met roken. Dus dat je iets aan je levensstijl doet, in termen van preventie is dat dan. Dat willen ze niet. Dus het hele punt hier is dat het punt dat je hier hebt is dat wij bij preventie altijd denken van ja, dat kan nog wel even wachten. Het zal wel. Dat zal wel. Of dat doen we straks wel. Ja. En we kunnen altijd op de een of andere manier al onze slechte gewoontes. En die kunnen we nog wel even prolongeren. Hè, voordat we echt de prijs ervoor betalen. Ja. Ik kan wel nog een chocoladereep pakken. Ik kan wel een chocoladereep pakken. Hier heb je een man die dat altijd gedacht heeft. Ik kan altijd nog op dieet. Hè, dat is het probleem. En bij heel veel slechte eigenschappen doen we dat voortdurend. Komt tijd, komt raad, je moet vooral niet in paniek raken, enzovoorts, enzovoorts. Dus de reden, zegt Hans Blumenberg, die Duitse filosoof, die ik dan veel lees, is een soort orgaan dat ons voortdurend in slaap zust. Ja. En denkt van, we hebben nog tijd, je moet vooral niet in paniek raken. En dat is natuurlijk een hele interessante gedachte. Nou, is het de reden of is de reden niet goed genoeg? Want het is de reden of de rationele overweging dat je beter kan stoppen met de chocoladereep, ook al is er niet iets dreigends aan de hand. Ja, dat is heel interessant om die vraag te stellen. Ik denk dat de reden alleen maar optimaal functioneert als er een klein tonicum aan panisch bewustzijn bij komt. Maar dat panische bewustzijn is nou precies dat wat de reden zoveel mogelijk probeert uit te schakelen. Oké, snap hem. Sloterdijk die dat ooit eens zei, hè, in een boek dat heet Eurotaïsme, paniek
is misschien wel de enige adequate bewustzijnsmodus van onze tijd. Hij schreef dat in tijden van Chernobyl trouwens. Ja. Dus dat is een al vrij oud boek, maar dat is toch een interessante gedachte. Maar op het moment dat ik ergens... Wacht, laat ik even dan een vraag aan stellen. Is dit niet rationeel denken aan het gelijkstellen met verstandig en gemoedelijk en nuchter denken? Ja, maar af en toe heb je... Ik denk dat je af en toe ook een beetje... Dat je een kleine injectie paniek, dat nodig niet zo hebt. Verkeerd is. Ja. En dat je dat nodig hebt. Ik kom veel te veel mensen tegen die denken dat... Nou ja, een van de grootste problemen, ik heb er een heel boek over gegeven, biodiversiteitsverlies. Dat die denken van, ja, nou ja, wat maak je er druk om? Die zeggen dan, ja, extinctie is toch van alle tijden. Mm-hmm. Nou ja, goed. Maar ja, dus je kunt natuurlijk ook gewoon denken, ik maak me helemaal nergens druk om. Ja. En dan is het goed. Dus dat, die vernuft van ons, die werkt, of dat vernuft van ons, sjaars mijn Nederlands. Geen zorgen, ik maak die fouten nog steeds. Ja. Dus, maar goed. Maar dat vernuft van ons is natuurlijk iets wat denkt van, ja, laten we eerst alles eens analyseren, netjes op een rijtje zetten en weet ik veel wat. En voordat je het weet, ben je weer een paar jaar verder. Ja. Nee, ik snap wel wat voor soort manier je bedoelt. Je zou het misschien kunnen vergelijken met Schopenhauer, die zegt dat de enige persoon die zijn reden echt kan gebruiken is de genie. De andere mensen gebruiken de reden alleen maar om hun eigen gedachten of ideeën of vooroordelen te bevestigen. Ja. Dus ze gebruiken het eigenlijk als een zaklamp om te zien wat ze willen zien. En, ja. En alleen dus in die zin kan ik dat begrijpen. Maar wat je beschrijft, dat mensen niet in paniek raken als ze de juiste informatie hebben. Dus wat dan in dit geval rationeel zou zijn, zou ik meer plaatsen bij een soort van comfort. Ja, en die reden stapt dan in inderdaad om dat comfort te bevestigen of te rechtvaardigen. Of vanuit dat comfort te denken en te denken, hoezo, ik voel eigenlijk helemaal geen paniek. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja. Ja, ik denk dat dat ook zo is. Kijk, dat is die houding van, er speelt van alles. Maar het zal mij niet raken. Of het zal mijn tijd wel duren. Ja. En dus vandaar ook die leuke definitie die Bloemenberg dan geeft van de mens is het dier dat het denkt dat het nog altijd tijd heeft. Mm. En ook al heeft het die tijd niet, voegt hij dan vervolgens wel veel betekenis aan toe. Mm. En dat doet hij in een boek dat helemaal gewijd is aan de antropologie van de mens. Daar speelt die redelijkheid een hele grote rol. En juist door die redelijkheid is het al dus Bloemenberg zo moeilijk om in termen van preventie te denken. Ja, ja, begrijp. Je schrijft ook in het artikel in de Trouw, of niet jij, er wordt gezegd dat jij het zegt. Henk Steenhuis. Henk Steenhuis, dat in deze coronatijd er fascisme heerst zonder dat er fascisten zijn. Ja. Ja, dat is het idee. Van Bifo, dat is een Italiaanse filosoof, Berardi heet hij, Franco Berardi, die een tijd geleden ooit eens schreef dat er een soort sluimerend fascisme is, waarbij eigenlijk niemand fascist is. Hij spreekt ook wel eens van een soort gedeprimeerd fascisme. Hij verbindt dat fascisme ook heel sterk met identiteitsdenken. Ik vind die ideeën interessant. Ik heb nog wel wat meer ideeën daarbij naar voren gehaald, ook van andere filosofen en politieke commentators. Paxton, Deleuze, noem maar op, Schmid. Dus die sluimeren allemaal mee in die discussie. En ik probeer dat idee van een fascisme zonder fascisten, probeer ik duidelijk te maken. Wij doen namelijk heel veel op dit moment dat ik vind rieken naar fascisme. Uh-huh. Oproepen om achter de vijand te gaan staan.
Achter de leider te gaan staan. De heldenverering die er is. Per liturgische acclamatie applaudisseren op het balkon. Maar ook de neiging tot verklikken. Undercovers in cafés. De boa's die bewapening krijgen. Wat mij toch in de verste verte een beetje doet denken aan knokploegen. Iets waar ik van weet dat de politie zich daar grote zorgen om maakt, want die wilde dat geweldsmonopolie. Drones die over de mensen vliegen om te kijken of ze wel afstand houden. Politiemensen die met een duimstok meten of mensen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Enzovoorts, enzovoorts. En dan doe je een hele hoop dingen die je eigenlijk niet wil doen. Dat is mijn hele punt. Filosofisch is dat idee dat een fascisme zonder fascisten kan bestaan. Dat kom je natuurlijk wel vaker tegen. Dat een bepaald soort ideologie post kan vatten zonder dat iemand ook daadwerkelijk die ideologie omhelst of expliciet verwoordt. Je ziet dat en dan maak je de discussie misschien ook nog wel eens een keer heel erg urgent en actueel. Bijvoorbeeld ook met die discussie rondom Zwarte Piet. Uh-huh. Het is natuurlijk voor iedereen die een beetje nadenkt, is dan uitermate racistische traditie. Maar ik geloof niet dat iedereen die Zwarte Piet wil spelen meteen een racist is. Uh-huh. Dus je kunt iets hebben, hè, het isme kun je hebben zonder dat er isten zijn. En dat is een idee dat ik dan ook wel weer verbind met andere ideeën. Dat je dus een soort handelingsvermogen hebt zonder dat er handelaren zijn. Een agency zonder agents. Ja. Nou, dat is een... met die gedachte speel ik. Ik geloof niet dat iemand daadwerkelijk een fascistische samenleving wil. Maar ongemerkt gebeuren de ongekende maatregelen. En dan even los van de vraag of die maatregelen nodig zijn of niet nodig zijn. Die discussie wil ik dan helemaal niet voeren. Maar ik wil wel dat mensen beseffen hoe gewelddadig deze maatregelen zijn die genomen worden. En ik weet niet of je die discussie niet kan voeren. Als je deze handelingen of dit beleid wil scharen onder fascisme of fascistoïdisch of iets dergelijks, dan kun je bijna niet anders dan ook de vraag beantwoorden of het geweld wat deze maatregelen de samenleving aandoen, mm-hmm, proportioneel zijn aan het geweld wat de virus onder de samenleving aandoet. Maar die discussie die gaan we nog voeren, omdat we dat nu, dat zagen we net al, eigenlijk niet precies weten. Mm. Maar die discussie zal ongetwijfeld gevoerd gaan worden. He, en dan wordt het voor mij een nogal belangrijke kwestie. He, gaan wij die maatregelen bijvoorbeeld zomaar terugdraaien? Mm. Ik heb van de bronnen die ik gebruik, Michel Foucault is daar een van, maar ook anderen, heb ik altijd geleerd dat steeds als er een epidemie uitbrak, dat de mensen dan toch te maken hadden met een overheid die hen meer knechtte dan tevoren. Ja, het is denk ik niet moeilijk voor te stellen dat de boa's met bewapening door blijven zullen lopen, of dat de drones ingezet zullen blijven, of dat... Nou ja, je moet natuurlijk ook goed nadenken over hoe je dat fascisme definieert. En ik definieer het eigenlijk niet precies. Maar ik noem het een syndroom van verschillende gemoedstoestanden. Hè, in dat virus zit een demoediging. En demoediging wordt vaak gezien als een aspect van fascisme in de literatuur. Bij Paxton kom je dat tegen. En mensen die zich gekleineerd voelen. Dat zie je nu ook, hè. Hoe kan het dat zo'n klein dingetje, dat we dat niet onder controle krijgen? Wij zijn in oorlog met het virus, hè, zegt Macron. En na hem hebben vele anderen dat gezegd. Iedereen denkt kennelijk in die politiek dat ze in oorlog zijn met het virus. Wij gebruiken ook die oorlogsretoriek. We spreken bijvoorbeeld van COVID-slachtoffers. In de victimologie spreek je niet van slachtoffers. In de victimologie zijn veroorzaakt een ziekte geen slachtoffers.
Dat is een oorlog, moord, rampen veroorzaken slachtoffers. En dit is een ziekte. En men spreekt van collateral damage. Men spreekt... Dat idee dat wij in een oorlog zijn, of ook meteen die totale paniek dat die uitbrak, dat dit de grootste crisis is sinds 1945. Enzovoorts. Dat is iets wat ik... Dat vind ik allemaal tekenen voor het feit dat er iets insluipt waarvan ik me afvraag of je dat zomaar weer wegblijft. Maak me daar grote zorgen over. Ja. Het probleem is dat op het moment dat je het niet weet, we weten het nog niet. Die discussie kunnen we nog niet voeren, geloof ik. Ja. En als je in een situatie bevindt dat wel een crisissituatie schijnt te zijn, of tenminste dat de gevolgen van niet het geweld aandoen catastrofaal kunnen zijn, lijkt het me rationeel om tijdelijk dat oorlogsretoriek in te zetten en dergelijke. Het gevaar is natuurlijk dat je niet weet of dat oorlogsretoriek tijdelijk is of zal blijven. Nee, dat weet je niet. Stel je nou voor dat we in een scenario terechtkomen waarbij we constant uitbraken hebben. En dat je daardoor constant mensen in quarantaine gaat stoppen. Hier in quarantaine, daar in quarantaine en weet ik veel wat. Hè? Wat zou dat betekenen? En op dit moment zitten in de Duitse stad Göttingen 700 mensen vast in een flat. Omdat daar een uitbraak van het virus is geweest. Stel je voor dat dat gebeurt. Stel je voor dat jij ergens in een gemeenschap bent en er is daar een uitbraak. Ze trekken jou... app na en jij bent erbij geweest. Dan betekent het dat ze jou ook kunnen verplichten. En dan leggen ze je huisarrest op. Wanneer ze hebben daar een eufemisme voor. Ze zeggen gewoon van, je moet thuis blijven. Dat is interessant. Krijg je dan een soort medisch aangestuurde politiestaat? Zoiets. Ik wil weten hoe dat zit. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in bijvoorbeeld de hele juridische fundamenten van wat allemaal gebeurt. Nou, die discussie heeft even geduurd voordat die loskwam, maar die begint nu helemaal los te komen. Ja, de vraag is überhaupt of die 1 meter, 1,5 meter regel überhaupt grondwettelijk mogelijk is. Ja, natuurlijk. Je hebt namelijk gewoon een recht op bijeenkomst. Ja, natuurlijk. Wij mogen samenkomen bij elkaar. Ik vind het ook heel moeilijk. Ik heb mij met die 1,5 meter hou ik mij eigenlijk vrij vaak aan die hele regel. Maar het kan gewoon niet altijd. Mijn leven zit niet zo in elkaar dat mij dat lukt. Er zijn 7 kinderen, hebben mijn vrouw en ik samen. Nee, maar misschien moet jouw leven wel veranderen. Ja, hoe? Nou, dat weet ik niet, maar... Ja, maar ik kan die kinderen toch niet zeggen van we blijven op 1,5 meter afstand van elkaar. Weet ik niet. Nee, maar dat gaat niet. Ik bedoel, wij zeggen dat wel tegen oudjes. Nee, dat snap ik. Ik snap dat daar schrijnende situaties uitkomen, maar als het virus de wereld verandert van een gemoedelijke plaats naar een gevaarlijke, bedreigende realiteit, we hebben natuurlijk hier heel lang in een veilige situatie geleefd, waarin de wereld geen gevaar voor ons was, waarop we niet bang hoefden te zijn te sterven door gewoon naar buiten te lopen. We hebben niet geleefd in een wereld die ons kan doden. Ja, maar als dat zo is, dan ga je elkaar gewoon zien als biohazard. En dat is iets wat ik een nogal ongelukkige en nachtmerrieachtig scenario vind. Ik geloof ook niet dat dat zo is. Kijk, als er echt iets komt dat net zo besmettelijk is als dit, of nog besmettelijker, en met bijvoorbeeld een mortaliteit à la Ebola... Ja, dan worden dit soort maatregelen misschien te legitimeren. Maar dat is nou juist heel het punt. Dat legitimatiecircus gaat nou beginnen. Daarvoor zie ik ook trouwens wel een interessant probleem. Dat is namelijk dat de politiek op een gegeven moment afscheid neemt van al die wetenschappers. Mm. Die, naar wie ze nu luisteren. En die wetenschappers die gaan het straks allemaal meemaken. Ja, dat klopt niet wat u gezegd heeft.
Wat wordt hun juridische grondslag? Zou niet de eerste keer zijn dat wetenschappers, dat is nog zo'n zorgenpost, dat wetenschappers in de bias verdwijnen. Het is in Italië gebeurd, het is in Taiwan gebeurd, het is in de Verenigde Staten gebeurd. Bijvoorbeeld omdat ze verkeerde voorspellingen hadden gedaan. Hmm. In zaken de ernst van een aardbeving, Italië, onder Berlusconi. Dus het is interessante dingen. Ja, de politie staat niet per se per weg. Ja. Nee, kijk, ik begrijp natuurlijk heel goed dat je niet kan leven in een wereld waarin je kinderen niet kan knuffelen. Of tenminste niet kan leven. Dat niet een begerenswaardige wereld is om in te leven. Zeker niet als dat opgedragen wordt door de staat. En ook nog eens gecontroleerd door de staat, door drones en dergelijke. Of je wel genoeg afstand houdt van je kinderen. Vraag is of we daarheen gaan. Maar de vraag is ook, kijk, 3 maanden in zo'n wereld leven is uit te houden. 4 maanden in zo'n wereld leven is uit te houden. Maar als dat een realiteit wordt van onhoudbare lengte, ja, dan inderdaad moeten we gaan nadenken, hey, weet je, moeten we inderdaad ons leven of de volksgezondheid als het ware bovenaan zetten. Zijn er niet andere dingen belangrijk? Maar ik zie de ernst niet in van dat tijdelijk het geval is. Even losgelaten van de vraag of hoe we weten of het tijdelijk is of niet. Ja, maar dat is wel precies de vraag. En voor mensen die afscheid moeten nemen van geliefden die sterven bijvoorbeeld. Of voor mensen die met zwakbegaafden in een verpleeghuis zitten. Is dit onmiddellijk is niet een vraag van of je dat nog even volhoudt. Mm. Voor hen is deze vraag veel urgenter. Mm. En voor hen komt dit binnen als een totaal geweld. En voor mij is het beeld nog altijd van bij uitstek dat ik ooit in Utrecht ergens, een paar deuren verder dan waar wij wonen, een baby zag achter een raam in de handen van een trotse papa en buiten stonden zijn ouders. Dus die net opa en oma waren geworden, beschoond met muisjes te eten in de zonneschijn. En die mevrouw die zei zo is het ook leuk. En ik dacht toen, nee, zo is het niet leuk, mevrouw. Je moet goed beseffen dat dat niet leuk is. Dus jouw vraag gaat in feite over de tolerantie die wij hebben om dit te verduren een tijd lang. En ja, zeker als de dreiging super ernstig is, dan kunnen we dat verduren. Ik was bijvoorbeeld zelf ook wel heel erg voor het afbuigen van die curve. Ik zat ook gevangen in die metafoor. En ik geloof dat we daar een goed ding hebben gedaan. Ik werk veel met mensen uit ziekenhuizen. En ik weet heel goed hoe ernstig dat was. En well done. Maar dan komt in één keer, die curve is afgevlakt. Maar dan gaat het toch eigenlijk veel meer niet zozeer om het afvlakken van die curve, maar om het bestrijden van het virus. En hoe ernstig COVID ook is voor sommigen, nog steeds is de gemiddelde slachtoffer 81 jaar. Hè? En het is echt een klote ziekte, dat weet ik ook, als die jou raakt. Je kunt er heel leven lang enorm veel last van hebben. Maar onder de 60, jij hebt bijvoorbeeld nooit last. Jij krijgt er niet heel veel last van. Er zijn ook mensen van mijn leeftijd gestorven. Ja, nee, maar kijk. Dat weet ik, maar mensen van jouw leeftijd sterven ook aan griep, aan gewone longontsteking en weet ik veel wat. Maar de aantallen hier, daar gaat het om, die rechtvaardigen deze maatregelen niet. En dat zijn puzzels waar ik mee zit. En als er straks een virus komt, want dit is het virus voor het virus, zeggen de meeste virologen, dat echt ernstig is, dan heb je de poppen echt aan het dansen. Wat is het volgende virus? Ja, misschien ook eentje uit de corona-familie. Of misschien wordt het een bacil die met die geitenmelkerij je huis houdt. En een soort variatie op de Q-koorts. Misschien nobody knows. Waarom is het? Waarom zijn ze zo zeker ervan dat het een erger virus gaat worden? Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen, oké. Ze zijn er niet zeker van. Ik dacht even dat er voorspellingen werden gedaan. Maar dat het niet het laatste virus is omdat de mensheid regelmatig door pandemieën wordt bezocht. En de andere reden is, zeggen sommigen, dat wij zo slecht omgaan met de natuur,
dat die virussen gewoon heel snel op ons kunnen springen. En dat doen we bijvoorbeeld door regenwoud om te hakken, door dieren te bejagen. En die virussen die kunnen daardoor daar niet meer langer blijven. Het aantal virussen wordt op miljarden geschat. We hebben er ongeveer 5000 geïdentificeerd, begrijp ik. Kijk, wat een virus doet, is natuurlijk altijd het leven resetten. Dat vind ik dus een interessante kwestie. Het verzet, het leven, het is een, kwam dan een keer tegen in zo'n tekst, een differentiële factor. En die differentiële factor is, dat betekent het komt ergens in een populatie en zet daardoor die populatie, voor zover die pathogeen is, in een andere richting. Hè, zonder virussen is leven ondenkbaar, wat dat betreft. Dus als je een hele coole, non-humanistische kijk erop hebt, en dan zou je gewoon zeggen, dit is een virus dat bijvoorbeeld een correctie pleegt in de onevenwichtige bevolkingspyramide die beschaafde landen in Europa of Duitsland hebben. En dan krijg je dus een, dat mag je eigenlijk niet zeggen, hè? Er zijn ethische bezwaren tegen zo'n soort opmerking, maar dan krijg je mensen die zeggen, hoe komt het dat Algerije niet zo geraakt wordt? Ja, gemiddelde leeftijd 22. Aan de andere kant van de Middellandse Zee, Italië, gemiddelde leeftijd 48. Dus dat zijn verschillen. Dus sommige van die assen die ik spreek, vorige week gaf ik nog een hele lezing, die zeggen, we hebben er gewoon een nare ouderdomsziekte bij. Maar ook dit is weer een vermoeden. Want ja, muteert het virus? Ja, sommigen zeggen nauwelijks, anderen zeggen juist wel. En het zou ook zo kunnen muteren dat het zoals de Spaanse griep ook jonkies aantast. Laatst was er de hele discussie over dat die ziekte van Kawasaki gerelateerd was aan COVID-19. Dat is een ziekte die trouwens verstomd is. Maar het is heel interessant. Ik vind het wel heel interessant allemaal. Tuurlijk. Het is ook interessant inderdaad. Ja. En het is ook interessant om te beseffen en je af te vragen hoe we ons gaan aanpassen nadat we uit deze crisissituatie gaan komen. Ja. Mijn verwachting is niet dat we nu opeens heel veel aan het milieu gaan doen of heel veel aan die wet markets gaan doen of heel veel aan onze ecologische verhoudingen gaan doen, maar juist verder gaan met die oorlogsretoriek en eigenlijk gaan bevoorraden voor een volgende virusuitbraak. Dat is een heel somber scenario. Ja. Maar ik zie niet gebeuren dat Mark Rutte over de wereld gaat reizen om die belangen te gaan behartigen. Maar zich gaat concentreren op wat ze kunnen doen op een eventueel volgende uitbraak. Nou ja, je moet wereldwijd wat activiteiten ondernemen. Dus stoppen met kappen van regenwoud, dat wordt vaak gezegd. Sommige van die dieren die genoemd veel verhandeld worden op die wetmakers, nou, die moet je gewoon niet meer verhandelen. Misschien moet je ophouden met het houden van geitenmelkerijen en varkensstallen, waar duizenden van die beesten zitten. Maar dat onder uitermate pathogene omstandigheden. Misschien, ik gisteren las ik weer dat Nederland ruimere mesttolerantie krijgt van de Europese Unie, omdat het gras hier zo groen zou zijn. Dan maak ik het heel simpel, maar het komt erop neer dat wij dat onze boeren nog steeds heel veel mest over het land mogen uitgooien. Mm. Nou ja, dat is ook allemaal pas op mijn spel. Ja. En dat is dat is een lastige, hele lastige toestand. Dus. Ja, überhaupt zijn epidemieën pas opgekomen wanneer we van jagers, verzamelaars overgestapt zijn naar een agrarische levensstijl. Dan gaan we met dieren aan de slag, dan hebben we constant contact met dieren, verschillende soorten dieren, intensief contact. Ja jongen, die boeren, dat is... Durven niet over te beginnen. Het zijn zulke aardige mensen, maar heel vaak. Maar, ja. Maar dat... Ja, ze zijn met dingen bezig, niet alle boeren, er is heel veel differentie tussen boeren, maar
Ja, er gebeuren wel maffe dingen. En ja, alle cijfers van die wetenschap, Stockholm Resilience Center en noem maar op, wijzen er toch op dat de agricultuur een groot probleem is. Jared Diamond, de bekende sociaalgeograaf, hele beroemde schrijver, die zei ooit eens dat agricultuur een misverstand is. Die de mensheid, of dat de mensheid zich geen twee keer kan veroorloven. Ja. Dus dat is een interessante gedachte. En begon allemaal in Mesopotamië. Ja, onze fout, excuses. Nee. ja, ik denk dat we hiermee ook echt een andere discussie openen, die natuurlijk ook super interessant is om te voeren. Want hoe gaan we 7 miljard mensen en steeds groeiend voeden zonder intensieve landbouw? 1, 2, moeten we überhaupt 7 miljard mensen op aarde hebben? Is dat überhaupt wenselijk? En 3, hoe kun je in godsnaam zo'n vraag stellen zonder een onethische zonder een koude robot te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, maar dat 7,7 miljard hebben we er nu. En je hebt natuurlijk van die antinatalisten die zeggen, verwelkom zo'n epidemie, maar het is gewoon goed dat er een kleine kaalslag plaatsvindt. Maar dat, kijk, het hele punt is natuurlijk dat die kaalslag, en daar kom je met de legitimatie kwestie, dat die kaalslag helemaal niet zo groot is. Veruit de meeste mensen overleven dit. Nee, dat vergeten we. Je hebt die counter van die Johns Hopkins Universiteit. Mm. En die het allemaal precies bijhoudt. Ik geloof dat nu op 450.000 doden staat, as we speak. Ik weet het niet, ik heb een paar weken niet meer naar gekeken. Maar toen ik het boek schreef nog wel. Toen was het steeds 350 of zo. Ja. Maar je hebt ook van die counters die bijvoorbeeld doden als gevolg van honger of aan hongergerelateerde ziektes tellen. En die tellen gaat 10 keer zo hard. Hmm. En dat raakt ons niet. Nee, maar dat raakt ons letterlijk niet. Ja, letterlijk niet, maar ook figuurlijk niet. Niemand heeft het daarover. Iedereen stopt dat gewoon weg en zegt van ja, zo is het gewoon. Hmm. Hmm. En dat zijn voor mij, dus dat volgens de CBS in Nederland heel veel meer mensen doorgaan aan kanker of aan diabetes. Of aan de gevolgen van nicotine dan aan de gevolgen van COVID. Blijft een vreemd verhaal. Ja, maar het punt daarvan is ook, dat zijn geen overdraagbare ziekten. Dat zijn geen ziekten die ons zorgstelsel overbelasten op de manier zoals hij eruit ziet. COVID is iets wat uit het niets ontstaat, is ontstaan en dreigt ook ons te overbelasten. Ja, maar dus ik denk dat deze vraag wel gesteld moet gaan worden op een gegeven moment. Maar ik denk niet dat deze vraag... Het hangt er vanaf hoe jij kijkt naar besmettelijkheid. Ik denk dat roken... Nou, zo... Maar ik denk dat roken hartstikke besmettelijk is. Ik bedoel... Als jij vrienden hebt die roken, dan ga je al snel mee roken. Ja. En dan is het heel moeilijk om daar vanaf te komen. Het, natuurlijk, er zit bij roken niet een soort van microbe of een entiteit waarvan we niet eens weten of het leeft of niet. Mm. Maar er zit bij roken wel een ander soort aanstekelijkheid. Hè? Niet alleen steek je die sigaret aan, maar je... Nee, maar de besmettelijkheid van roken dreigt niet binnen 3 maanden een overbelasting op de IC's te veroorzaken. Nee, dat klopt. Maar over die overbelasting op die IC's, daar is het laatste woord ook nog niet over gesproken. Maar waarom zijn de IC's in Duitsland niet overbelast? Omdat ze daar een heel ander voorraadbeheer hebben gevoerd. Want daar gaan de discussies ook over. Daar wijd ik ook een item aan, just-in-time management heet dat. Mm. Wij hebben de laatste jaren systematisch bezuinigd op bedden die leeg staan, ook op de IC's. Ja, want als die bedden daar leeg staan, kosten ze heel veel geld. En daar is 2 jaar geleden bij die griepepidemie is daar al voor gewaarschuwd. Ook hier weer, komt wel goed. Ja. En plotslaps dreigt in één keer die gigantische overbelasting. Dat vond ik heel, heel erg wrang, dat die meneer Van Rijn teruggehaald werd. En dat was een van die mensen die destijds draconisch bezuinigd heeft. Ook onder Rutte is draconisch bezuinigd
op de gezondheidszorg. En nu moesten dezelfde heren de problemen die zij mede veroorzaakt hebben, oplossen. Dat, ik weet ook van ziekenhuizen dat dat veel mensen steekt. En dat heeft te maken met een soort bedrijfsdenken. Hè? Japans voorraadbeheer, daar kan ik heel lang over losgaan. Daar weet ik iets van. Maar het belangrijkste idee is hier dat je pas een bed hebt op het moment dat er een patiënt is. Ja, just-in-time delivery. Dezelfde strategie die in de supermarkt ook gebruikte. Ja, zeker. Goed, onze tijd is op voorlopig in ieder geval. Ik wil je hartstikke bedanken en...